leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag de unboxing van de Goodiebox. De box voor januari en hij kost €24,95 per maand. Ik zal sowieso alle informatie en de producten zo even in de beschrijving zetten. De box had later ontvangen dan andere leden, omdat ik pas lid ben en dat moest dan in de administratie. Ik heb met ze gemaild, want ik zag dat 4 dagen of 3 dagen geleden mensen de box al hadden ontvangen en ik heb hem net pas. En ja, weet je, geef niet. Maar ik vond het wel jammer dat ik overal de video's al zag voorbij komen. Ik heb ze niet bekeken, want ik dacht ja, anders weet ik al wat erin zit. Ik ga dus deze box samen met jullie unboxen. Maar ik koppel er gelijk iets anders aan vast. Ik ga namelijk de inhoud, deze box, aan een van jullie weggeven. Het thema van deze maand is de non-resolution box. En ik zie ook dat er geen boekje bij zit met de prijzen en zo. Dat moet ik online bekijken, dus ik pak zo de mobiel bij. Maar laten we maar eerst gaan beginnen met uitpakken. Natuurlijk alvast een sneak peek. Degene die deze box gaat winnen, die wint dus de producten. Zeg maar, alle producten zijn dan nieuw ongebruikt, want ik ga ze ook niet zwartje. Of ik weet ook heel niet of dat mogelijk is nu, maar alleen het folie zit er, of het papiertje zit er niet meer in, want die is kapot. Dit is van eCooking en dit is de Intimate Wash. Deze kost €13 en heeft een inhoud van 125 milliliter. Lees wat er staat. Behandel je vagina zoals je beste vriendin zou behandelen. Said no one ever. Toch zit er een kern van waarheid in. Je zou haar iedere dag als een royalty moeten behandelen. Eigenlijk iedere keer wanneer je gaat douchen. Door de Intimate Soap van eCooking te gebruiken. De zeep heeft een lage pH-waarde van 4. En reinigt de huid zonder te irriteren en uit te drogen. Nu weet ik dat het een heel mooi merk is. Ik heb al meerdere producten getest en gereviewd op pinkit.nl. En op mijn Instagram. Dus ja, dit zal dan ook wel weer een toppertje zijn. Degene die deze box gaat winnen heeft in ieder geval een flinke tube om uit te proberen. Dan gaan we naar dit groene tubertje van het merk Skøn, ik ken het niet, maar ja, het ziet er zo uit. Dit is de Repair Microbiome Night Cream en deze tube heeft een waarde van €65,75 en een inhoud van 30 milliliter. Informatie over dit product staat: breng deze nachtcreme net voor het slapen gaan aan op de droge huid. Sluit nu je ogen en droom over een ultrazachte huid. We beloven je dat je droom werkelijkheid wordt. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ken het merk niet, maar ik vind het een flinke prijs voor zo'n tubetje. Het derde product is van Skøn Co. en het is een face toner. En net zoals de andere twee producten is dit ook weer een full size. Volgens mij zitten er alleen maar full size producten in deze Goodiebox. Dit is de Truffle Therapy Face Toner en heeft een inhoud van 200 ml en een waarde van €28. Even lezen wat erbij staat voor informatie. Er staat al wat truffel op de verpakking, maar denk 2 keer na voordat je het over je pizza strooit. Door de antioxiderende eigenschap van truffel beschermt deze toner je huid tegen beschadiging van buitenaf. In dit product zit daarnaast ook een wonderlijke combinatie van salie en toverhazelaar, wat ervoor zorgt dat jouw poriën zuiverder zijn dan het geweten van een Tibetaanse monnik. Eindelijk een merk die ik wel ken en die ik al jaren gebruik, namelijk Tonymoly. Het is de Scent of the Day handcream in de geur So Cozy. En check die tube en die verpakkingen. Mocht je denken dat dit al schattig is, kijk dan ook zeker naar de andere producten van Tonymoly. Volgens mij is dat een Koreaans huidverzorgingsmerk, tenminste volgens mij wel, K-beauty. En handcreme, lippenbalsems, huidverzorging, alles zit in een te leuke verpakking. Dan is dit nog wel, zeg maar, een beetje neutraler voor het merk, maar het ziet er natuurlijk wel helemaal geweldig uit. De waarde is €4,90 en er zit 30 ml in. Ik zal ook even lezen wat erbij staat, want wie die teksten verzint, die verdient eigenlijk al een lintje. Oh my god, it's so cute. Kijk die kleine puppies. En dan ontdek je dat het een moisturizing handcreme is die ruikt naar katoen. En kijk, die hondjes hebben de kleine hoedjes op die op een fluffy koppies passen. Het laatste product, en dat is een flinke tube van Just K, een arganolie conditioner. De winkelwaarde is €9,90 en er zit 150 ml in, full size. En ik zal ook gelijk de informatie even erbij lezen. Heb je haar geverfd, don't beshayen en verwen je lokken met de luxe brightening conditioner van Just K. De argan marula olie zijn de ideale moisturizers en beschermers voor je haar. Ze verzorgen en laten je haar stralen als een diamant. De waarde van alle producten even bij elkaar opgeteld. Ik betaal €24,95 per maand. En deze box heeft een waarde van €121,55. Het is lekker divers en vooral bruikbaar. Dat is het eerste woord wat eigenlijk in me opkomt. Dat alle producten heel goed bruikbaar zijn. Het enige kleine minpuntje vind ik dat het is allemaal verzorging. En ik mis een beetje het beauty aspect, de make-up. Maar goed, dat hoeft natuurlijk ook niet in elke box te zitten. Niet iedereen vindt dat altijd even leuk. Dus het is zeker een hele mooie inhoud. Zoals beloofd ga ik deze producten dus weggeven in een winactie. En ik zal even vertellen hoe je kans maakt op deze box. Alle informatie zet ik ook in de beschrijving neer, mocht je het even op je gemak willen teruglezen. Maar je maakt kans op deze box door je gratis te abonneren op mijn YouTube kanaal, een reactie onder deze video achter te laten en een duimpje omhoog te doen. Wel op, ik zet win in de titel en daarop komen heel veel oplichters af. Dat is op Instagram ook, als je de hashtag giveaway of win doet. Dat is een nieuwe vorm van oplichting. Mensen sturen je dan een berichtje dat je op een link moet klikken en dat is dus nep. Absoluut niet doen. Daar zal ik ook nooit aan vragen. Je hoeft dus ook niet in een reactie neer te zetten wat je e-mailadres is. Ik stuur gewoon een berichtje op YouTube zelf. Of ik zoek je op Instagram of wat dan ook. Dat komt vast wel goed. Maar ik wilde dat wel even benoemen. Want het zou zonde zijn als je erin trapt. En daardoor weet ik veel wat ze met al die gegevens willen doen. Wanneer de winactie loopt, zo zet ik ook allemaal in de beschrijving neer. Dat weet ik eigenlijk zo niet. Ik bedacht me deze winactie net spontaan. Ik dacht, hey, het is wel leuk. Ik heb, om eerlijk te zijn, best wel een flinke voorraad aan producten. En het is zeker een hele mooie box. Maar ik denk dat hier iemand anders nog blijer mee gaat zijn. Maar heel erg bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende video.